belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Toen zijn gisteren 8 passagiers aangehouden die Curaçao binnen wilden komen met een valse PCR-test. Ze waren afkomstig van een vlucht van Copa Airlines uit Medellín en Panama. Alle 8 werden op de luchthaven getest en bleken negatief. Daarop zijn ze naar een politiepost gebracht. Later op de dag kwam er een toerist uit Amerika naar Curaçao die ook een valse PCR-test liet zien. Deze vrouw werd getest en bleek positief. Zij is erop in isolatie geplaatst. Onbekenden hebben gisteren ingebroken bij de school Emmanuel. Ze wisten 3 klaslokalen binnen te komen en zijn vandoor gegaan met alle eten en drinken en cadeautjes die klaar lagen voor de leerlingen om het nieuwe jaar te beginnen. Het is al de 2e keer dit jaar dat er is ingebroken in school Emmanuel. Na Qualectra, nós temos tempo para ser vivo, ora com mais de comunico. Chiamano centro di cliente a telefono 0800-035 di già luna per il viernes fuori di settore di mente e con settore di noce per turno servizio non off per transita. Se vuoi che transita per già sabra, tambe per ora. Puoi per scogliere per la vostra riva acqualectra.com e provvedi a mezz'ora pone il documento nella cerca per visita cerca nos vai più facile. Sì! Aqualectra su centro di cliente orta clapa sir vivo na e momento cuta cumini a bo. Volgens de leider van de politieke partij MAN, Steven Martina, is de regering PISA's te laat geweest met het nemen van maatregelen om de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus tegen te gaan. Steven Martina zei gisteren tijdens een persconferentie van zijn partij dat de partij had gehoopt dat al eind vorig jaar maatregelen zouden worden genomen, ook omdat de regering wist dat de variant eraan zat te komen. Dat is niet gebeurd en nu zitten we met meer dan 9000 besmettingen, aldus Martina. Volgens de voorzitter van partij MAN, huisarts Yves Pajoskoop, kan de quarantaineperiode op Curaçao gerust korter worden. Momenteel wordt 14 dagen gehanteerd, maar dat kan teruggebracht worden tot 5 tot 7 dagen. Mensen die positief testen moeten gewoon in isolatie, maar mensen die in quarantaine zitten en negatief blijken te zijn, kunnen daarna gewoon weer aan het werk, aldus Koop. En dat is belangrijk omdat Curaçao op dit moment geteisterd wordt door grote afwezigheid van mensen op de werkvloer door de vele besmettingen. Het schoolbestuur voor protestants onderwijs op Curaçao, VPCO, heeft bekendgemaakt dat komend schooljaar er op de VSBO-opleidingen van de Albert Schweitzer College en het Marnix College Riaconario speciale 2-talige cursussen worden aangeboden. Dat betekent dat leerlingen hun stof in het Nederlands en Engels aangeboden kunnen krijgen. Op die manier wordt tweetaligheid verder gestimuleerd. In Curaçao zijn gisteren 3 COVID-patiënten in het ziekenhuis overleden. Daarmee is het totaal aantal coronapatiënten dat is overleden sinds het begin van de pandemie uitgekomen op 197. Er liggen momenteel 30 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 10 op de intensive care.
Het totaal aantal actieve besmettingen op Curaçao is opgelopen tot 9.220. Uitgaansgelegenheden op Sint Maarten moeten vanaf vandaag om 11 uur 's avonds de deuren sluiten. Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt. Een week eerder werd al bepaald dat alle uitgaansgelegenheden om 1 uur 's nachts dicht moesten. Maar het aantal besmettingen blijft toenemen, net als het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal geregistreerde besmettingen is binnen 2 weken opgelopen van 236 naar 1544. Een week geleden lagen er 2 mensen met corona in het ziekenhuis op Sint Maarten. Nu zijn dat er 9. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.